Met alle Haagse discussies over formaties en begruttingen, zoen je het hardst verjitten, maar oer minder als een mannen. Maar de inwoners van Boarsterhim, Ljouwerts, Kastelon, Gastelon-Sleert, Jereveen en Lemsterloon, oer heel oude kwesties te zet. De gemeenteriesverkiezing zit voor het door. Net takken we in maart, liek als de rest van Nederland, maar heel november. Je moet voor de herindeling je verkiezingen houden. En 1 januari is een datum die verplicht is. Dus je kan niet halverwege het jaar herindelen. De Sarsgemeenten zetten Jewett Minor uiteen, maar een saneerde opkomstcampagne. Om op deze wijze zo volle mogelijk mensen naar de stembus te loeken. Niemand volgt nu landelijk die verkiezingen. Dus mensen thuis zullen ook denken, wat is er aan de hand? Nou, ik heb zelf het gevoel dat mensen nog niet helemaal weten waar ze aan toe zijn. Omdat je op tv hoor je natuurlijk continu over maart verkiezingen. En dan is het wel belangrijk dat we deze regio extra in de picture zetten. Naast het officiële moment van de middag, wil ik folders u deelt en posters op hangen. En hoe zul je zelfs meest kunnen oorsporen om naar de stembus te gaan? Nou, ik hing je in ieder geval zo'n poster op voor het raam bij mijn thuis. En iedereen die ik spreek, zeg ik ze van, jongens, ginder hinnen, je hebt dat rug, bruik het alsjeblieft ik.